Il secondo tema invece sarà di tirare in tempo e a scelta propria di tempo. En het andere thema is het werken van, met acties in tempo en op eigen initiatief. We beginnen met het herhalen van het thema afstand, de drie afstanden. Quindi solo con il movimento del mio busto io posso determinare due diverse misure. Una afstand door alleen de romp te gebruiken als indicator. Uitgang, uitstand. Quindi senza muovere i piedi io posso determinare già due diverse misure. Met de voeten en alleen dus gebruik maken van de romp, kan die de leerlingen twee afstanden laten wisselen. Adesso allungo la misura. E quindi allargando la misura lei è costretta a fare una. Hier krijg je de derde afstand erbij, dat was de pas-uitval-afstand. Deze afstanden staan dus niet los, maar worden in een dynamische geheel aangeboden. In questa maniera noi non lavoriamo con delle misure standard prestabilite, ma cerchiamo sempre di variarla in continuazione con l'aiuto dell'allievo. E l'afstand wordt steeds variabile. Benissimo. Su questo movimento possiamo cominciare a vedere le azioni in tempo. Quindi sulla mia ricerca del ferro. Gaan naar de acties in tempo. Dus op de beweging van de leraar, de actie van de leerling. Dus een beweging van de romp en de voeten, op de romp en de voeten, op het wapen en de romp, het wapen op alle drie tegelijk. Queste sono tutte azioni in tempo, perché lei aspetta sempre che sia io a dare un messaggio. Con de leerling gaat de actie beginnen vanuit de beweging die de leraar begint. L'azione in cui dovrà essere lei a decidere il tempo de overname van het initiatief van de leerling. Dus
komt eerst een beweging van de leraar uit. De leerling gaat dan het overnemen. En men gebruikt het, maakt een actie vanuit het initiatief overnemen. È logico che l'azione che noi dobbiamo cercare di trasmettere di più al nostro allievo è l'azione in tempo di prima intenzione. Quindi quale sarà? Quella di provare a entrare sul mio movimento di ricerca del ferro e questo deve essere un movimento che dobbiamo insegnare più possibile ai nostri atleti. In eerste intentie, in tempo. In questa maniera lei può entrare diretta, ma può anche andare a cercarsi a evitare la mia parata. Se ho cancello. In tempo raga. Senza che ci sia una distensione eccessiva del braccio prima di muovere le gambe. Vanuit de zich strekkende arm, kijkend naar de tegenstander, leraar, kan eindigen. Rechtdoor als dat opportun is of om het wapen heen als dat opportun is. Quindi abbiamo parlato di azione in un tempo. In één tempo. Oh, molto. La stessa cosa se io le do il ferro. Cambiato il tempo, ma è sempre un'azione in de open ruimte dus plaatsvinden vanuit die start, raken het lichaam direct of indirect, maar ook via de kling, als de leraar de kling aanbiedt, of via het ijzer het initiatief eigenlijk over te nemen. Maar quello che è fondamentale, ribadisco il concetto, è quello di saper trasmettere al nostro allievo l'essenzialità e la semplicità della botta dritta, che è una botta in tempo. Het belangrijke is dat de leerling de steek recht uit leert beheersen. Dus in één tempo. E su questo bisogna lavorare tanto. Hier moet je veel aan werken. Spesso vedo che la botta dritta, che è la botta più essenziale nella scherma, la più difficile ma più importante. Steek, de belangrijkste actie eigenlijk, de moeilijkste. Maar simpelste actie. Viene facilitata dal maestro. Nel senso. Questa è una botta facilitata. Dat die door de leraar wordt. Questa è una botta che non ti sarebbe mai. Se non fosse tirata bene. Gepamperd wordt, zeg maar. Of. Er wordt niet weerstand aangebouwd op een realistische. Waar het om gaat is dat de steekrichtheid echt gaat raken in de echt. Se adesso lei non entra bene in misura con il corpo, non toccherà mai. De leerling niet echt in de afstand komt om op raakafstand te komen, kan je nooit raken. Met een enkel fout. Bene. E la sua velocità può variare rispetto alla mia ricerca del tempo del ferro. Se io cerco velocemente il ferro, se lo cerco lentamente. En haar snelheid kan variëren naar gelang de leraar. Langzaam snel. Quindi è il tempo che do io